Je moet echt overgaan tot doen, tot doelstellingen formuleren, helderheid verkrijgen in de prioriteiten en mensen inspireren. En uiteindelijk gaat het om die twee dingen. Belangrijk is denk ik om keuzes te maken. Wat doen we wel en wat doen we niet? Je kan niet alles als organisatie. En zeker nu, we leven in uitdagende tijden. Je moet daar echt keuzes in maken. Je moet daar eigenlijk ieder personeelslid, iedere medewerker een stuk verantwoordelijkheid in geven. Maar ook tegelijkertijd inspireren. Concrete doelstellingen, korte termijn en lange termijn. Een stuk leiderschap, verantwoordelijkheid neerleggen daar waar die thuis hoort. En inspiratie. Mensen inspireren en de instrumenten geven om daar te komen. Nou ja, vooral omdat het perspectief biedt. Het is een positief verhaal. Het is een verhaal over kansen, niet over beperkingen. En ik denk dat we dat heel goed moeten onthouden. Het gaat over kansen, het gaat over groei, het gaat over mogelijkheden. Dus het is pionieren in de zin van je collega's overtuigen, je klanten overtuigen. Onze huurders, de retailers, MKB'ers die wel wat anders aan hun hoofd hebben, zou je denken. In die zin is het pionieren. Veranderen is pionieren. Ik denk als wij laten zien aan Nederland, aan de Nederlandse bevolking, door bedrijven zoals DSM, Unilever, dat het winst betekent, dat het werkgelegenheid betekent, dan kan je niet anders dan in dat verhaal geloven. Dit soort iconen hebben wij nodig. Dit soort iconen inspireren. Inspireren mensen zoals ik, die proberen een beweging op gang te brengen. Inspireren ook andere bedrijven en zorgen voor een beweging.